Na twee overwinningen gaat NEC vrijdagavond opnieuw voor de 3 punten. Thuis moet daarvoor gewonnen worden van MVV. Trainer François Gesthuizen kijkt tevreden terug op de afgelopen 2 wedstrijden. Jong AZ en jong PSV heb je uitgezet. Geen briljante overwinningen, maar ik denk dat het nodig was voor de ranglijst. Ben je het mee eens wat dat betreft? Nee. Jij vond het wel briljante overwinningen? Ja, jong AZ wint gewoon met 3-2 van jong Ajax, wat gewoon een hele goede ploeg is. Die denk ik ook heel ver gaan komen. Dus briljant is misschien niet het goede woord, maar ik denk dat we maandag echt een goede wedstrijd gespeeld hebben. Ja. Sian, jij begon het seizoen nog niet heel erg scorend, maar inmiddels heb je de draad goed te pakken. Het moet lekker zijn voor jou. Ja, zeker. Ja, dat is inderdaad gewoon altijd lekker als je scoort. En ik hoop dat het nog even door mag gaan. Ik vind dat we tegen AZ gewoon echt heel goed gespeeld hebben. Veel kansen gecreëerd hebben, 2 doelpunten gemaakt hebben, de nul tegen. Dus ja, je kan niet even zomaar in de wedstrijd zeggen, ja, je wint even met 3-4, 5-0. Ja, dat zou mooi zijn, maar zo werkt het niet. Je hebt vrijdag een penalty gescoord. Is dat een specialiteit van jou? Nee, ja, weet ik niet. Dat moet nog blijken. Als ze er allemaal inschieten het hele seizoen, dan misschien wel. Maar ja, goed. Als je het begin van de competitie een beetje goed analyseert, hebben we heel veel goals tegengekregen uit spellenvattingen vooral. En rebounds uit spellenvattingen en dat soort momenten. Ja, als je dat al een beetje onder controle hebt, dan scheelt dat een hoop. Ik moet zeggen dat we tegen PSV ook eigenlijk bijna niks weggegeven hebben in de wedstrijd. En afgelopen maandag bij AZ ook eigenlijk op de eerste 5 minuten na 1 schot. Dat was eigenlijk in 1 actie waren er 2 schoten. Voor de rest ook niks weggegeven. Dus wat dat betreft zijn we wel stabieler geworden. Maar goed, ja, weet je, dat zegt in die zin niet veel voor de komende wedstrijd. Hopelijk wel, hè, dat je wat stabieler bent. Maar het is wel lekker als je de 0 twee keer houdt. Ook voor het team zelf en voor de achterhoede, keeper. Dus dat is prettig. Je merkt dat we nu dan de afgelopen 2 wedstrijden zijn we ook beloond, zeg maar, voor wat we... Ja, voor waar we al die energie zeg maar, in hebben gestoken, al die weken door en al die wedstrijden ook, waarin het vaak net niet eruit kwam. En nu krijg je daar 2 keer 3 punten voor, dus dat geeft wel een boost in het team. Ja. We hadden het vorige keer nog over dat je nog een beetje te zoeken was hoe je het voorin moest invullen, vooral in de spits. Ik denk dat Fleming nu met 2 goals in de 2 wedstrijden laat zien dat hij een goede optie is. Ja, los van zijn goals. Het is een heel ander type dan bijvoorbeeld Ole of bijvoorbeeld Etienne. Dat zijn 2 jongens die wat loopacties meer in de diepte hebben. Die moeten hebben van de steekpases. En Zian is meer een jongen die je aan kunt spelen, die bal vast is. Waardoor middenvelders eronder kunnen komen, buitenspelers in zijn rug kunnen duiken. Nou, als je de afgelopen maandag ook zag, ik denk dat hij iedere bal die bij hem kwam bij zich hield, aflegde. Waardoor we gewoon ook dominant konden spelen. Dus wat dat betreft vulde hij dat afgelopen week heel goed in, ja. Je hebt nu al 4 goals na 7 wedstrijden. Jouw record in het seizoen is 6. Voel je dat jij in vorm bent of kun je nog veel beter? Ja, het voelt wel gewoon lekker inderdaad. Maar het is wel voor mijn gevoel zeg maar, pas het begin. En ik wil alleen maar nog meer zeg maar, hierop doorbouwen. En nog meer scoren en nog beter worden. Dan naar MVV. Is al een beetje besproken binnen het team wat dat voor een elftal is? Ja, we hebben vanochtend even beeldjes gekeken. Dus dat weten we. 9-3? Nou ja, dat is wel de bedoeling. Dat is wel de bedoeling. Nou ja, we hebben gewoon geanalyseerd hoe zij spelen. Dus wat ze aan de bal doen, wat ze verdedigend een beetje doen. En daarop vandaag een beetje getraind hoe wij dat eventueel het beste tegenover kunnen stellen. En nu speel je thuis tegen MVV. Dan zou het lastig of raar zijn als je zegt van nou, puntje tekenen voor. Nee, wij willen winnen. We vinden ook dat we onze stand verplicht zijn om die wedstrijd te winnen. Maar het meest ideale is dat je deze wedstrijd wint, zodat je een mooie start hebt in deze periode. En dan gaan we naar Cambuur, dan zien we wel weer. Maar wij vinden ook dat we, ook gezien de kwaliteiten van ons, en inderdaad kijk je ook een beetje naar de ranglijst van MVV, dat we deze wedstrijd moeten winnen. En daar gaan we ook voor. En we willen uiteindelijk, hè, dan kom ik even terug op de vraag die je net had, wellicht het publiek ook wel wat bieden met doelpunten. Kijk, als je een wedstrijd met 1-0 wint en achteraf denk je nou, 1-0 is prima, is goed. Maar als het met 4-5-0 kan, is het mooi. Alleen ja, zo makkelijk is het niet. Hè? Nee, dan nog naar de blessures. Dan ben je altijd een beetje saai bij NEC dit seizoen. Net Jozef Kwida die met wat pijn de training verliet. Dat zal niet zo serieus zijn, denk ik? Ja, dat weet ik niet. Die Jozef is niet zo'n zeurpiet. Dus ja, die had wel behoorlijk wat last. Dus moeten we even kijken dadelijk. Volgens mij viel die bij iemand op zijn hak. Waardoor er iets wat met zijn ribben was. Maar ja, hij is net naar binnen. Was de laatste seconde van de training. Dus moeten we even zien. Maar ik hoop dat het meevalt. Jullie verwachten een overwinning? Ja, daar gaan we wel voor natuurlijk. Vrijdagavond om 8 uur in de eigen Goffert. NEC MVV.